huis in Dubai. Dit wordt ons huis voor een jaartje. Ik ben er zo blij mee. Ik ga je zo een rondleiding geven. Ik heb dus net een rondleiding gefilmd terwijl Asset en Nessim slapen. Ik dacht, dan heb ik een beetje tijd ervoor en is ook een beetje stil. Dus ik kan even op mijn gemak rondlopen zonder dat Asset er nog doorheen schreeuwt of wat dan ook. Dat heb ik gedaan. Ik kon alleen in slaapkamers niet filmen omdat ze dus nog slapen. Maar we zijn zo blij. En, oh, ik hoor Asset. Volgens mij is Asset wakker geworden net. Gelukkig heb ik alles al opgenomen. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen. Ik hoop dat jullie blij zijn met de kwaliteit van deze vlog. Want ik heb een nieuwe camera gekocht. Echt speciaal voor jullie. Vorige vlog was echt zo erg. Het was echt totaal niet kwalitatief. Echt niet wat jullie van mij gewend zijn. Dus ik dacht, het is echt tijd voor een nieuwe vlogcamera. Want ik heb echt heel lang niet een camera gekocht. Dus bij deze, ik heb een nieuwe camera. En ik ben er heel blij mee. Ziet er echt heel mooi uit zo. Welkom in mijn nieuwe keuken. Dit is echt letterlijk mijn favoriete onderdeel van het huis. Guys, ik heb het al even vermeld op Instagram. Maar in Dubai hebben ze dus eigenlijk bijna geen keukeneiland. Het was echt zo moeilijk om te vinden. Maar we hebben eindelijk een project gevonden met een keukeneiland. En dit wordt gewoon mijn nieuwe favoriete plek. Ik weet niet of jullie mij hebben gevolgd op Instagram. Maar sommige dingen die ik nu zeg zijn een beetje dubbel. Want ik heb alles al een beetje daar genoemd. Voor de mensen die mij niet volgen op Instagram, ga ik alles weer even opnieuw vertellen. Goedemorgen guys! Dit is letterlijk de dag voordat we gaan vertrekken naar Dubai. Dus we hebben alle koffers ingepakt. Er zitten echt letterlijk 6 koffers beneden. Ik heb hier nog een paar koffers, die heb ik eventjes achter de bank verstopt. Ik was me aan het klaarmaken, want we gaan zo barbecuen. Dus ik dacht even mezelf snel fatsoeneren, want ik liep echt de hele dag in de pyjama. En de laatste week is het echt zo lekker warm. Echt, I can. Ik wil jullie even laten zien wat we eigenlijk allemaal hebben meegenomen van huis om deze kamer te vullen. Zoals jullie weten is deze kamer bij mijn schoonouders. Hier verblijven we even tijdelijk voordat we naar Dubai gaan. Deze kamer echt omgetoverd tot ons plekje voor als wij hier zijn. En het ziet er echt heel mooi uit. Kijk, dit is de Emma slaapbank. En zoals jullie zien kan ik deze echt zo makkelijk heen en weer schuiven. Want hij is echt licht en ruim. En I love it. Het is echt mijn favoriet. Hij is heel mooi. Beige kleur. De stof is prachtig. Past overal in het interieur. En het is echt mijn favoriete item. Deze zat bij ons in de zolder. Die moest ik gewoon meenemen. Dit is de Emma slaapbank. Echt prachtig. En hij staat zo mooi bij het geheel. Ik laat jullie even de stof zien van dichtbij. Guys, ik heb letterlijk echt alles van Emma meegenomen. De slaapbank, maar ook de bed. Dit is de Signature Box Spring. Ik vind deze echt super mooi. Ik kon de stof zelf uitkiezen. De pootjes. Gewoon alles kon je zelf samenstellen. En I love it. Deze moest ook echt mee en past ook echt overal bij. Ik heb dekbedden van Emma. Dekbed overtrekken. Bedden goed. Kussens, kussens slopen, alles. De cloud pillows, guys, gaan mee naar Dubai. Ik heb ze in vacuumzakken gedaan. Ze zijn helemaal plat en die gaan gewoon mee naar Dubai. Want ik kan echt niet zonder meer kussens. Die moeten echt gewoon mee. Van de boxspring hebben we trouwens ook een matras en topper van Emma. Oh, de topper, guys. Echt zwaar aan te raden. Mocht je nu een kortingscode zoeken, ga dan snel mijn kortingscode gebruiken, guys. Want ik krijg heel vaak DM's van, heb je nog een kortingscode? Maar dan heb ik op het moment geen kortingscode. Maar nu is die dus weer geldig. Ik zal hem hier noteren. In de omschrijving zie je ook mijn kortingscode en link. En dan kan je alle producten scoren met een heel mooie korting. Dus shop ze! Je krijgt de keuken dus meestal kaal. Dus het is echt gewoon ruimtes voor je elektronica. En elektronica moet je dus wel allemaal zelf kopen. Hallo! Oh, kom op mijn vlog! Kijk, Asset is wakker! Kom dan! Kom dan! Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar! Hi! Hallo! Hey, henne! Oh! Ben je van de pamper? Ben ik even slapen? Deze ruimte hebben we dus gevuld met de koelkast. En hier tussen had je dus een ruimte van een meter eigenlijk voor het fornuis. Ik laat het even zo zien. Dus je had bij het fornuis 1 meter ruimte. En zoals je ziet heb ik echt een heel groot fornuis uitgekozen. Het is echt een droomfornuis, guys. Ik kan hier gewoon koken voor de hele generatie. Kijk, één keer die oven is echt niet normaal. En deze oven hoef je ook eigenlijk niet schoon te maken. Want je kan hem letterlijk met 1 knop. Moet je dan drukken of zo. En dan maakt hij zichzelf helemaal schoon. Ik moet het helemaal nog even onderzoeken en ondervinden. Mijn punt was, stel je voor je koopt de fornuis van bijvoorbeeld 80 centimeter. Dat is standaard. Dan is die tot ongeveer hier. En dan heb je dus 1 grote gat ertussen. Met schoonmaken is dat zo irritant. Dus Nessie zei, koop deze fornuis gewoon. En ga gewoon lekker koken. En ik ben hier zo happy mee. Onze vaatwasser.
Ik heb deze set gekocht. En deze zijn allemaal wel heel fijn. Maar voor de rest is het echt een spijt van mijn leven. Deze messen zijn echt zo slecht. En ze roesten ook echt heel snel. Nou, kijk. Echt spijt van mijn leven. Maar ik weet ook al waarom. Want ik kan deze precies vinden op Temu. Dus guys, wat ik heb geleerd bij keukens. Nooit iets halen wat er te mooi uitziet. En gewoon kwalitatieve dingen kopen. Dus daarna ben ik naar een andere winkel gegaan. Heb ik allemaal Brabantia spullen en Tefal en alles gekocht. Want alles wat mooi was, was troep. Letterlijk. En dan heb ik hier een oliefles en een azijnfles. En mannen zijn echt zo grappig, guys. Net zien we laatst koken. En hij zegt, ja, welke olie moet ik gebruiken? Echt, je moet echt oppassen met mannen. En dan heb ik hier de dingen die ik gewoon standaard gebruik. Rijst, pasta, linzen en melk voor azet met zijn vitamine D erop. Lekker overzichtelijk voor mij. En dit is de bordenset die ik heb gekozen. Heel mooi basic. Dineerborden, ontbijtborden. Grote borden, kommetjes. Ik ben hier wel echt heel blij mee. En dit is mijn bestekset. Guys, never change your winning team. Ik heb precies dezelfde gekocht als in Nederland. En deze zijn kwalitatief gewoon helemaal top. Echt mijn favoriet. Ik ga mezelf even filmen terwijl ik jullie dingen laat zien. Dat is denk ik wat leuker. Maar ik heb een pannenset gekocht. Ik heb hier dus een pannenset van. Ze zijn echt heel erg mooi deze. Maar ook heel erg goed. Ik ben hier wel echt heel erg blij mee. De rest zit allemaal in een vaat. Want ik heb maar één pannenset en we gebruiken hem dus elke dag. Dan de glazen. Ik laat jullie even snel alles zien hoor guys. Ik heb deze set gekocht. En een lange variant ervan. Dat zijn onze koffieglazen. Van die dubbelwandige glazen. En ook een lange versie hiervan. Hi Nassim. Kun je hi zeggen tegen de vlog? Nessie wil heel graag zijn kamer aan jullie laten zien. Maar ik zeg je wel eerlijk, het is mijn minst favoriete kamer in dit huis. Is het zijn favoriete kamer? Is het zijn favoriete kamer? Zo kom je dus binnen. En dit is ons huis, echt guys. Ik ben zo blij met alles wat we hebben uitgekozen. Het ruikt hier trouwens super lekker door deze aroma diffuser. I love it. We hebben letterlijk alles gekozen in één dag. We hadden geen wensen, niks. We wisten alleen maar van welke kleuren we mooi zouden vinden. En we hebben letterlijk alles gekozen in één dag. Binnen 2 dagen is alles geleverd. Inclusief de blinders van de ramen. Echt zo blij mee. Maar ik had dus geen wensen. Nessie ook niet. We zijn gewoon een winkel binnengestapt. En de meeste komt eigenlijk letterlijk uit één winkel. We hebben een bouclé bank en deze vond Nessie heel erg fijn. Want we hadden een keer een Airbnb gehuurd en ze hadden deze bank staan. Ik heb gewoon gekeken waar die vandaan kwam. Ik heb hem gelijk gevonden. Dat kan je hier niet zo goed zien, maar hij is dus echt heel erg ruim. Het is een 4-zitsbank en Nessie kan erop liggen en ik kan er ook letterlijk naast liggen. Echt super fijn. We hebben er een poef bij gekocht. We hadden eigenlijk een L-bank. We waren net, we waren bang dat het net niet zou passen in deze hoek, zeg maar. Maar het past eigenlijk perfect. Ik ben er helemaal blij mee. We hebben een salontafel gekozen. Ik wist zeker dat het dan bij het geel zou passen. Hoefde ik niet na te denken over de kleur van de salontafel. En een witte tafel had ik eigenlijk geen zin in. Dus. En zoals je ziet is het helemaal goed gekomen. Kussens ook uit dezelfde winkel gehad. Ik dacht, nou, het ziet er toch hartstikke leuk uit. En ik zag deze artwork ook in dezelfde winkel. En toen dacht ik, dezelfde print van de kussens komt een beetje terug in de artwork en pas weer perfect erbij. Helemaal blij ermee. Oké, guys, de ramen. We hebben door het hele huis dus deze blindness. Alleen boven hebben wij verduisterende. En hier kunnen we nog een beetje licht doorheen krijgen. Maar van buiten kunnen ze dus hier niet naar binnen kijken. We hebben dus voor een service gekozen. Dan kwamen ze echt letterlijk binnen 2 uur of zo alles opmeten. En binnen 24 uur wordt alles op maat gemaakt. En zo was het dus ook hier binnen 2 dagen. Echt zo blij mee. En weer voor een beige kleur gekozen. Past heel mooi bij de rest. En komt ook heel erg veel licht door. Echt heel erg blij mee. Het enige wat we dus niet van dezelfde winkel hebben. Is deze eettafel met de stoelen. Deze hebben we gewoon bij Amazon besteld. Kijk. En het was echt volgens mij iets van 150 euro. Kan wel met 4 stoelen. Maar we hebben een eetstoel van IKEA aangeschoven. Voor Asset natuurlijk. Oh, daar hangt mijn kleding. Die ik heb gewassen. Die is echt binnen 1 uur droog, guys. Hier niet te doen. Tapijt ook van dezelfde winkel voor Asset. Een speelhoekje. Dit is nu even zijn lievelingsspeelgoed. En ik ga echt stuk om deze kassa, guys. Echt, ik ga hem even niet aandoen voor jullie, want hij slaapt nu. Maar het is zijn nieuwe obsessie. Wat trouwens echt chill is, is daarachter letterlijk hier wat jullie hier zien.
is letterlijk het zwembad. De keuken, guys. Het is echt mijn favoriete onderdeel. I love it. Dit is onze wc beneden. Echt lekker ruim. We hebben trouwens 3 badkamers in dit huis. Naast het toilet hebben wij dus een meedroom. En die heeft een eigen badkamer. Echt super chill. Dus gebruik deze nou als zijn office. Misschien wil hij jullie straks even een rondleiding geven. Maar dat is niet mijn favoriete gedeelte. En dan hebben we hier de washok. Zoals ik al zei, hebben we hier dus geen gang. Hebben ze eigenlijk bijna helemaal niet in Dubaihuizen een gang. Je gaat gewoon letterlijk direct in een woonkamer. En dan zo naar boven. Dat is niet zo handig als je bijvoorbeeld een baby of zo hebt. Want je hoort dan toch wel meer geluid. Dit is dus de master bedroom. Dit is onze slaapkamer ook met een inloopkast en een badkamer. Echt zo chill. Hij zet zijn slaapkamer nu, die is aan het slapen. Badkamer nummer 1 boven. Deze is met een bad. En slaapkamer nummer 3. Echt, wij zijn zo blij met dit huis. I love it. Ik ga me nu even snel klaarmaken. En dan gaan we weg. Nou jongens, hier komt de rondleiding van Nessim zijn prachtige kamer. This is my beautiful room. Eigenlijk was het anders ingedeeld. Maar ben je met deze dingetjes hier gezet? Because of de troep in de woonkamer. Ja, ik hou hier echt niet van. Dit is mijn kantoor. Slash. Yes. Zie je? Zie je hoe enthousiast mensen worden? Dit is zijn favoriete kamer. Wow! What is this? Hij zit met hier heel leuk. Amazing, right? Joysticks en zo zijn. En heb je mijn stoel al gezien? Kijk. Laat maar zien. Ik kan helemaal naar achteren. Oh, wow. En dan kan ik hem mokken. En dit. En ik uitschuiven, zo. En dan kan ik gewoon. Oh, wow. Ik kan letterlijk slapen. Leuk, hè? Kom. Hij zit er ook. Kom bij papa. Oi, 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 oi. Hij vindt het zo leuk hier. Hey mama, is het jouw speelhoek? Is het jouw speelhoek? Kom, we gaan even kassa spelen. Kom. Heb jij een kassa? Heb jij een kassa? Tik, 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 tik. Je haartjes even mooi. Oh, wat mooi. Wat heb jij een mooie pyjama aan? Tik, tik, tik. Engelkaas. Engelkaas. Ik wil een visje. Goed zo. Goed zo. Oh, wow. Oh, wow. Zo, ik heb me even omgekleed. Ik heb gewoon zo'n maxi zwarte jurk aan. Gewoon heel chill. Ik ben nu eigenlijk in een kamer die wij niet gebruiken. Het wordt een beetje onze kleedkamer, denk ik. Soms is die spiegel gehaald. Maar ik heb een beetje spijt, want hij is een beetje aan de kleine kant. Je ziet mijn outfit en zo niet echt heel goed erin. Want die net iets te klein is, anders kon ik echt van die outfit checks doen. Dit is de balkon in onze kamer. Hieronder is onze tuin. En kijk, als je zo kijkt, hier is het zwembad. Echt zo chill. Wij kunnen letterlijk hier naar buiten lopen. Zo, en dan zijn we gewoon bij het zwembad. Hey, Asset. Je moet je haartjes doen. Hij gaat boos worden. Hey! 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 We gaan praten. Zo, wij gaan nu even lekker ergens lunchen. Wat wil je eigenlijk eten? Goh. Dit is de vraag van de dag. Wij zijn hier echt zo echt moeilijk met eten, als ik heel eerlijk moet zeggen. Ik denk dat het aan het weer ligt. Ik weet niet of we moeilijk zijn, maar het is gewoon allemaal van, ja, maar waar is het dan? Ja. Dat is het meer. Ja, we zijn wel echt dingen aan het ontdekken natuurlijk. Want eerst waren we in downtown, we verbleven altijd in downtown. Ja. En dan is alles heel makkelijk. Je gaat gewoon de deur uit, je hebt er overal tentjes. Nu wonen we ongeveer 20 minuutjes of zo van downtown. Ja. Wat echt heel chill wonen is, guys. Want je wilt gewoon niet in downtown wonen met een gezin. Dat raad ik ook echt niet aan. Drukt dus wel echt even. Maar je moet wel echt soms dingen opzoeken. Doris, wat ik wil zeggen, je moet dingen hier wel echt opzoeken. Dus je moet wel echt een auto hebben, hè? Ja, ik was aan het vertellen. Oh, ja. Over, dus we gingen laatst naar zo'n plekje hier in de buurt om te eten. En dat was daar gewoon helemaal leeg. Ja. En toen, het eten was prima. Het was lekker. Het eten was lekker, alleen er was gewoon geen sfeer. Maar dat is gewoon omdat alles soort van nog een beetje nieuw is hier. En er zijn nog niet echt mensen of zo. Ja, en daarom, ik kreeg bijvoorbeeld... Oh, dat is ook heel grappig om nu te benoemen, we hebben nu tijd. Ik kreeg zulke lappe tekst van mensen, ook via DM trouwens, over... Mensen hebben de behoefte om echt te zeggen hoe kut Dubai is. Zeg maar, mensen willen zo graag zeggen hoe kut zij Dubai vinden. Ja, maar mensen kennen ook maar één
één Dubai. En dat is de Dubai van de influencers, zeg maar, toch? Van de toeristen. Ja. En heel veel, wat ik zeg maar las, waren gewoon heel veel aannames en mensen die eigenlijk Dubai helemaal niet kennen, om eerlijk te zijn. Want ik kreeg dingen van, ja, overal toeristen en ik had het over dat ik echt liever een omgeving wou opvoeden met onze roots. En iedereen had van, ja, welke roots heb je het over? Je hebt alleen maar toeristen. En... Ja, of wat dacht je van, ik wil mijn kind hebben in een gebied waar hij niet neergestoken kan worden op school. Ja. Zoiets. Over veiligheid gesproken, alleen maar. Maar ja, heel veel aannames en ik wou eigenlijk wou ik gewoon hierop ingaan. Zo dacht ik, eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in, want ik hoef eigenlijk helemaal niet mensen te overtuigen om hier te gaan wonen. Wij gaan hier wonen en niemand hoeft het leuk te vinden, zeg maar. Van wie ben ik dat dan aan het doen? Maar ik moet wel even zeggen, zeg maar, over de comments die ik heb gekregen, heel veel dingen kloppen niet. Het zijn gewoon echt vooroordelen en aannames van mensen over Dubai, maar het klopt echt op geen meter. Wat ik al zei, het is hier helemaal niet druk. Heb jij toerist gezien in de afgelopen 2 weken? Nee, totaal niet. We hebben geen toeristen gezien en we zijn ook naar malls en zo gegaan, maar dan niet naar Dubai Mall. Ja. Maar echt, het is zo chill leven. Het ja, is zeg Dubai maar... Mall was echt niet te doen. Nee, dat vinden wij ook niet meer leuk eigenlijk. Daar wil je echt niet naartoe. Maar de vorige keer toen we hier 2 weken waren, zijn we daar ook niet naartoe gegaan. Ik ben 1 keer gaan om geld te wisselen, voor de rest niet. Ja, maar dat is dus wel waar mensen naartoe gaan als ze hierheen komen. Ja, ik kan wel 20 dingen opnoemen waarom ik hier naartoe ben gekomen. Maar ook deze van, ja, mensen die daarheen verhuizen zijn hartstikke dom en doen het alleen maar om te showen. En ik denk van, echt. Ik rij in een Kia. Hoe erg ben ik aan het showen? Nee, maar hoe lang volg je ons al? Waarom zeg ik van, de mensen die zeg maar later comments komen plaatsen, die komen gewoon alleen maar omdat ze nieuwsgierig zijn. Maar dat echt is ook weer totaal door, niet bij. Dat is ook weer door, zeg maar, die mensen die gewoon één kant van Dubai laten zien met de Lamborghinis en met penthouses en weet ik veel, allemaal dure dingen en designer kopen en zo. Hoe wij in Nederland waren, zijn wij nu hier ook. Ja, je hoeft dat allemaal niet te zijn. Je hoeft de kudde ook niet te volgen. Wij kunnen dat ook, hè, even voor de duidelijkheid. Niet dat wij met alle respect hier helemaal skeer zijn heen gekomen ofzo. Dat zeg ik niet. Maar je hoeft niet met de kudde mee te gaan. Doe gewoon waar jij van geniet. In een land waar iedereen aan het showen is en materialistisch en zo is, hoef jij dat niet te zijn, zeg maar. Nou, noem 10 dingen waarom je bent verhuisd naar Dubai. Dat is misschien wel leuk. Lekker weer. Lekker eten. Veiligheid voor vrouw en kind. Nummer 1. Ja, dat waarschijnlijk wel, ja. Ja. Belasting. Ik heb een moskee overal. Je geloof. Je kan zeker overal bidden, je kan zeker je wassen. Zeker. Overal moskeeën. Als ik rondloop in een chemise, of ja, in een, ik weet niet eens hoe het heet, dan wordt er niet raar naar je gekeken. Overal halal eten, ook voor jou. Overal in de supermarkt. Pak welk vlees je wilt, het is geen vark of whatever. Zeg maar, je hoeft niet bang te zijn van, oh, is het varkensvlees of whatever. Mm-hmm. Top. Ik heb een zwembad achter in de tuin. Bijna letterlijk in de tuin. Ik heb een gym in mijn community. Wat je 2 dagen in Nederland hebt voor kinderopvang, heb je hier een fulltime mate. Oh ja, dat is ja, ook ja, zo ja, handig. Dat is ook een optie voor de mensen die het willen. Ik moet zeggen dat de education, zeg maar, hier van op school en zo is echt sick. Ja. Wat ze op zijn leeftijd al doen. Ja. Zeg maar, hoe ze hem behandelen en leren en de manier van lesgeven en zo, dat doen ze in Nederland echt niet, hoor. Ja, want wij willen Asset hier heel graag in de opvang brengen. Want Asset, wij merken aan hem dat hij echt zo graag met kinderen wil zijn. Elke dag wil hij nieuwe dingen ontdekken. Hij is niet iemand die de hele dag thuis kan zitten en elke dag hetzelfde spelletje doet, nee, en zo. Absoluut niet. En we zijn ook erheen gegaan voor informatie. En hij kreeg dan gewoon letterlijk Engels, Arabisch, Frans. Hierbij 10 dingen waarom ik Dubai leuk vind. Ja. En dat is niet om de mal. Nee, het is niet om de mal en het is ook niet om... Besef hè, wij zijn sinds 2017, komen wij naar Dubai. Wij zijn nog geen 1 keer quad gaan rijden in woestijn. We hebben nog geen 1 keer een Ferrari gehuurd. We hebben nog geen 1 keer jetski gedaan. We zijn nog niet eens naar Abu Dhabi geweest. We hebben nog zoveel dingen niet gedaan. Ook wel leuk om te ontdekken, zeg maar. We hebben nog best wel veel te doen eigenlijk. Weet je wat eigenlijk wel grappig is om te zeggen? Wat? Ik weet niet of jij het bent vergeten, maar de eerste keer in Dubai, ja, vonden we het niks aan. Nee, dat was echt kut. Oh mijn god, dat vonden we echt niks aan. Maar toen kwamen we hier een stuk jonger. En toen kwamen we dus wel met het idee, dat toeristische idee van alles moet hier groter, ja, beter, materialistischer. Al onze merkkleren, ik zweer. Wij gingen allemaal merkkleren en zo. En het sloeg nergens op. Wij dachten van, oké, we gaan naar Dubai,
We moeten stunten. We moeten zeg maar kunnen laten zien van dat we hier ook kunnen zijn. Ja, oh, het was zo. Ik schaam mij gewoon voor die trip. En daarna. Maar als je terugdenkt, is het wel echt fucking grappig. Het is zo grappig wat we hebben. Want die vlog staat nog online, ja, hè? Oh my god. Dat zie je zo. Die Lacoste polo en zo maar stoer doen. Nee, echt verschrikkelijk. En daarna zijn we denk ik een paar jaar later teruggekomen, maar echt met een heel ander idee. We hebben jongen, we zijn nog zelfs op in dat programma van Arjen Lubach geweest. Top. Wat dan? Toen ze zo'n heel, ze had een hele aflevering over Dubai gemaakt. En dan zie je opeens zo'n clipje van mij. Ja. Waar ik zeg van, nou, en we gaan naar de penguins kijken. En, oh, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Wel zeg maar zo'n ding dat als je hier komt wonen, dat je minder te maken krijgt met dat soort toeristische attracties toch. Omdat ja, je boeit je niet meer. Nee. Je gaat, alle, we zijn laatst naar die Emirates Mall gegaan. We kregen bijna een paniekaanval van hoe druk het was. Ja, het was en erg. Gewoon, het was echt kut. Dat was echt niet leuk. Nooit meer heen. Ik ga nooit meer naar de Emirates Mall laten staan en doen mijn man. Ik wil eventjes jouw Engels testen. I just attended the... What was it now? Can you please talk English to us? I just confirmed the days. I said I would like to attend the daycare. Yes. And he is going to Cheeky Monkeys. Or what was it now? Cheeky Nee. Chicken monkey, swinging monkey. Swinging monkey! Waarom kijk jij zo boos? Swimming monkey! Oh nee, niet swimming. Singing monkey! Singing, nee? Wat was het nou? Swinging monkey! Swinging! Swinging monkey! Is het goed? We just confirmed the days yes, for the swinging monkeys days. Vind je dat jouw, is jouw Engels er beter op geworden of slechter? I would like to say very better. Very better? Because I am participating in the conversations around here. Ik heb speciaal soep besteld. Dat ik deze brood erbij krijg. En dit vindt Esther helemaal lekker. Chicken shawarma. Oh, wij gaan lekker wandelen. Shwoi. Yay! Edek? Hij gaat geen hand geven. Nee, hij gaat echt geen hand geven. Go. Oh, Asset. Oh, wauw. Speeltuin. Oh. Pas op. Good job. Yalla, she. Go. Hey, kijk op wat er. En dan de bus. En zet me like. Yeah, on the bus. Go, doot. Het is dus nu bedtijd voor Asadi. Wij zijn echt altijd kapot aan het einde van deze dag. Tanden gepoetst. En nu gaat hij lekker naar bed. En in Dubai slaapt hij door. Eigenlijk moet het even afkloppen, guys. Want mijn kind is echt niet zo'n goede slaper. Maar hier slaapt hij door. Ik ben er echt zo happy mee. Als hij zo naar bed gaat, ga ik even mijn gezicht reinigen. En dan ga ik gewoon letterlijk op de bank zitten met Nessim. Nessim die gaat gewoon in de avond nog joggen hier. Ik vind dat echt gekke werk. Yes, ga je zo weer joggen? Nee, ik ga wassen. In de hitte. Like, oh my god, I can't. Maar ik ga mezelf lekker reinigen. Slaap lekker. Zij gaat slapen. En dan... oh ja. Ik ga deze vlog even gelijk afsluiten. Want ik ga gewoon letterlijk op de bank. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog in Dubai. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ik ben helemaal gemotiveerd om vlogs te maken. Ik zie jullie bij de volgende. Doei.